Wat voor sport je ook beoefent, als je goed in wil worden moet je veel trainen. Ook als je aan bowling doet, zoals Jorik van Deutekom. Nou, hier zijn we dan bij Bowling Juliaandorp. Hier train ik dan ongeveer 12 uur per week. Ik ging met mijn moeder mee, omdat ik niet alleen thuis mocht blijven. En een tijdje, omdat we gewoon deden aan het spelen waren, een tijdje vroeg ze toen aan ons van, ja, willen jullie niet gewoon een keertje meedoen? Dus op een gegeven moment dan, nou, weet je, ik heb toch niks bij te doen, is goed joh, ik doe wel een keer mee. Toen werd ik voor het eerst Nederlands kampioen en toen dacht ik van, nou, weet je, als ik nu al Nederlands kampioen ben, dan gaat het toch de goede kant op. Het draait namelijk om één ding. Kijken of we nog een strijk kunnen gooien. Dan zoveel mogelijk punten scoren om een goede klassering neer te zetten. Dit is de bal waarmee ik vorig jaar Europees kampioen ben geworden. Zat ik heel mooi op, hè, champion. En nu dit jaar 3 keer brons, maar wel een perfect game gegooid. Dat is als je 12 strijkers achter elkaar gooit en dus 300 gooit. Dat is op zich wel bijzonder, want het was maar 3 keer tijdens het evenement gebeurd. En 2 keer daarvan was door een dame gegooid. Dus ja, ik was de enige heer die een 300 had gegooid. Dus dat is wel leuk. Als je echt een perfecte bal wil gooien, moet je bal op 6 graden van de voorste pin komen. Natuurlijk niet vol erop, maar gewoon iets rechts van de voorste pin. En dan moet hij met 6 graden erin komen. Nou, als je vanaf hier zo naar 19 meter, nou ga maar 6% over 19 meter gooien. Dan moet je hier zo ergens op een 6 beginnen en dan gooi je hem helemaal eroverheen. En dan raak je misschien uiteindelijk de voorste pin. Dus ja, om die 6 graden hoek te creëren, gooi je bij met dat hoekje. Goede techniek is niet het enige voor een perfecte worp. Jorik heeft niet minder dan 20 verschillende soorten bowlingballen in bezit. Elke baan is namelijk net een tikkeltje anders. Of zoals dat in bowlingtermen heet. Omdat het allemaal verschillende oliepatronen zijn en je hebt ook verlopen van het oliepatroon. Dus uiteindelijk droogt de olie op en zo. En dan zou je andere ballen moeten gaan gebruiken. Omdat bijvoorbeeld die andere bal te weinig energie over heeft om nog de hele tijd goede ballen te gooien. Het gaat goed met Jorik. Zijn prestaties zijn namelijk ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Een carrière in Amerika longt. Ik was benaderd door een universiteit uit Lincoln om daar te komen bowlen en dan college te volgen. Maar dat heb ik nog niet zo veel verder in verdiept. Soms krijg je een full scholarship en soms krijg je ook gewoon geen full scholarship. Dus dan zou je zelf ook een bijdrage moeten leveren. Dus ja, uiteraard. Als dat kan, dan zou ik dat uiteraard doen.